Zoals je ziet heb ik 35.000 euro van Bol ontvangen. Nou, dit soort screenshots kom ik vaak op het internet tegen waarbij er dan wordt gezegd ik heb 35.000 euro verdiend. Ik word hier heel moe van en ik raak er ook geïrriteerd van, want het is namelijk één grote leugen en in deze video vertel ik jou waarom. Mijn naam is Marco Konings, ik ben schrijver van het boek Verover Europa via Amazon en verkoop al jaren heel succesvol via Amazon en Bol. Nou, waarom is dit nu een grote leugen? Dit is de uitbetaling die Bol aan jou doet en zeker niet wat je verdiend hebt. Ten eerste moet hier de BTW vanaf, 21%. Ten tweede moet de kostprijs van je producten hier vanaf. Dat kan zomaar 50% van je uitbetaling zijn. Ten derde moeten de advertentiekosten die je op Bol of Facebook of Google maakt hier ook nog vanaf. Wanneer je namelijk jouw product live zet op Bol, zal Bol je niet automatisch bovenaan de zoekresultaten zetten, omdat je nog geen saleshistorie hebt. Waarschijnlijk kom je ergens op pagina 10 terecht of verder en je moet dus geld investeren om op pagina 1 terecht te komen. Tot slot heb je ook nog de overige kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor tools die je hebt, je verzendkosten van jouw huis naar de Bol-magazijnen, afschrijvingen enzovoort. Wat blijft er dan over? Ik ga met jou mijn winst delen, omdat ik vind als ik dit soort dingen roep, ik zelf ook transparant moet zijn. Nou, van de 35.000 euro uitbetalingen houden wij dus, zoals je kunt zien, bijna 13.000 euro over. We maken een gezonde winst, hetgeen zeker niet bij alle verkopers het geval is. Zo zou ik mijn omzet in april bijvoorbeeld eenvoudig kunnen verdubbelen door mijn verkoopprijs flink te verlagen. Zo krijg ik meer sales, maar onder de streep maak ik geen winst. Mijn boodschap: laat je niet misleiden door dit soort screenshots van de Bol uitbetalingen. Vraag de personen die dit soort screenshots plaatsen eens om hun winstcijfers te laten zien en dan het liefst van hun eigen accounts. Want geloof me, er zijn veel verkopers van cursussen die zelf nog nooit een stuiver verdiend hebben met de verkoop van producten. Overigens geldt dit ook voor Amazon. Hier zie ik vaak de volgende screenshots voorbij komen. Dat is eigenlijk nog erger, want hier moeten de Amazon fees ook nog vanaf. Nogmaals, laat je niet misleiden door dit soort screenshots die online veel voorbij komen. Wil je leren hoe je een echte winstgevende Bol of Amazon business kunt opbouwen middels een bewezen succesplan? Bekijk dan eens mijn gratis training. De link hiervan vind je onder deze video. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad en ik spreek je snel weer.